BOVA tijdens IPU-vergadering meer jongeren nodig aan besluitvormingstafel. In een veranderde wereld moet de democratie zich ontwikkelen. Een cruciale manier om de instituten toegankelijk te maken voor jongeren is parlement en parlementariërs sterker te maken en te betrekken. Dit zegt vicevoorzitter Melvin BOVA tijdens het Forum of Young Parliamentarians op 16 oktober 2019. De vicevoorzitter, delegatieleider, is samen met de leden Naomi Samidin en Marinus B. afgereisd naar Belgrado, Servië, voor de bijeenkomst die van 13 tot 17 oktober duurt. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.